Ik ben Perry Leidsman, een echte Spartaan vind ik zelf. En verantwoordelijk binnen Sparta voor de stichting De Betrokken Spartaan. En hoe lang bent u al een echte Spartaan? Sinds wanneer? Nou, ik ben aan de hand van mijn vader op vijfjarige leeftijd voor het eerst bij Sparta gekomen. En op mijn vijftiende kwam ik hier voetbal in de jeugdopleiding. En eigenlijk de laatste acht jaar al in dienst bij Sparta Rotterdam. Oké, okay, en wat heeft u precies met Sparta? Nou, heel veel. Uh, Sparta is gewoon een club waar je, waar je of niks mee hebt of, uh, of heel veel. En ik denk dat, uh, dat, dat Sparta een hele mooie club is met heel veel uh, echte Spartanen. En daarnaast is het ook nog zo dat in het land uh, iedereen wel sympathie heeft voor Sparta Rotterdam. Oké, okay, we hebben wat uh, gehoord over gedragskaarten. Wat is precies uw plan van aanpak om de jeugd bij Sparta te betrekken? Nou, gedragskaarten houdt eigenlijk in dat, we, dat wij graag Sparta uh, meer willen doen in de, in de wijken. Uh, en er moet wel iets aan gekoppeld worden. En het is niet alleen voetbal uh, wat speelt, al zijn we natuurlijk een, een voetbalclub, willen wij ook het uh, uh, baasonderwijs ondersteunen. En daarin is, is gedrag vaak een, een item. En Dat willen we graag koppelen aan voetbal. En voetballen plus gedrag. Uh, dat wil zeggen dat we gaan voetballen op de pleintjes en uh, dat niet alleen gekeken wordt naar de eindstand, maar ook gekeken naar uh, hoe, de, hoe de kinderen zich gedragen. Wat is uw plek in Spangen precies? Ik neem aan dat dat het Sparta Stadion is. Ja, ik, ik werk uh, op het kantoorgedeelte uh, van het Sparta Stadion. Dus eigenlijk uh, nu zijn we in het uh, oude kasteel en, uh, maar uh, mijn, mijn bureau staat eigenlijk in het nieuwe gedeelte, dus de hoofdingang. En wat maakt, wat maakt het Sparta Stadion eigenlijk uw plek? Nou, waar we nu staan, dat vind ik echt iets bijzonders. Omdat, ja, er is, er is echt, we zijn de oudste club van, van Nederland. De oudste betaald voetbalclub. En ja, dit is gewoon nog iets unieks, iets Engels. En dat past gewoon enorm bij Sparta. Laat ik vooropstellen dat het initiatief van Welkom in Spangen ons zeer aanspreekt. En wij willen als Sparta Rotterdam en in het bijzondere stichting de betrokken Spartaan de komende jaren aan de slag om met het basisonderwijs en het voortzet onderwijs om uh, meer binding te krijgen met de omgeving en uh, we zeggen dat wel eens vaker. Daarvoor dat hier ook een mooi sparta museum is. Uh, toen het kasteel hier uh, stond waren er nog geen woningen in de buurt en dat is wel veranderd. En daar willen wij ook weer kijken dat het in harmonie kan. Dus het uh, initiatief welkom in Spangen ja, vinden we een geweldig initiatief. Gusta è Nicolai.